Nog een woordje uitleg voor de vrijwilligers en dan is alles klaar om de allereerste klanten te ontvangen in de sociale kruidenier in Melle. Wie het financieel moeilijk heeft, kan hier vanaf nu tegen sterk verminderde prijzen kwalitatieve producten kopen. Het is een waardig alternatief voor wat wij nu doen, de voedselpakketten. En dat is vooral droge voeding. Hier gaat men dus ook groente, fruit en andere zaken kunnen krijgen. Hygiënische producten onder andere, huishoudproducten, noem maar op. Vandaag is het nog even proefdraaien en hoeven de klanten niks te betalen. Vanaf 8 november kunnen de mensen die het nodig hebben hier 2 keer per week terecht. Op woensdag en vrijdag en ook enkel op afspraak. Dat wil zeggen, we gaan toch eerst kijken of dat juist is. Want iedereen kan zeggen dat het financieel moeilijk heeft, dus we gaan dus eerst kijken of dat juist is. Dat gaat gebeuren via de maatschappelijke werkers in het OCMW. En dan kunnen ze een afspraak maken en met die afspraak kunnen ze dan naar hier komen. Ze krijgen een klantenkaart en men kan dan hier komen winkelen. De sociale kruidenier is afhankelijk van donaties. Zo dragen onder meer lokale handelaars, enkele grootwarenhuizen en de voedselbank hun steentje bij. Maar het sociale initiatief kan ook rekenen op de medewerking van 12 enthousiaste vrijwilligers. Omdat ik het een heel mooi initiatief vind, Melle had dat nog niet, een winkeltje. En er zijn toch heel veel mensen die dat kunnen gebruiken, die het wat minder hebben om hier eens te kunnen shoppen. Ik heb meer vrije tijd gekregen doordat mijn partner overleden is in juni. En ik dacht, kan die beter invullen met vrijwilligerswerk dan met iets anders. Hè. Vindt u het belangrijk, dit initiatief, die sociale kruidenier? Ja, want er zijn veel mensen momenteel die het moeilijk hebben. Hè. Op de openingsdag wordt al meteen duidelijk dat die mensen de weg vinden naar de nieuwe buurtwinkel. Met de sociale kruidenier wil de gemeente de strijd aanbinden tegen de armoede in Melle. En dat blijkt nodig. In de winkel is vrij duur en om de tijd te maken kunnen hebben en mee betalen. Dan moet hij een paar dagen of zo weinig eten. En ja, mijn inkomen, invaliditeit, de schilderwetten. Ja, en dan de rekeningen moeten ook betaald worden. En zo ben ik blij dat dat hier nu komt, dat ik hier kan boodschapjes doen. Merci en tot de volgende. Dank u wel, mevrouw. Tot de volgende. Dank u. Dag meneer. Dag.